Een geweldige medaille voor diegene die het verdiend heeft, oftewel de beker gewonnen. Wat gaat er door je heen? Ja, ik moet zeggen, net toch halverwege het derde kwart hadden we zoveel controle over de wedstrijd en dik 20 punten voor. Dan weet je wel dat je, als je geen gekke dingen doet en de verdediging zo houdt, dat, het een winst, dat we die wedstrijd winnen. Dus dan ben je natuurlijk al een beetje van, yes, we gaan hem binnenhalen. Toen waren we nog wel even een periode een klein beetje aan het rommelen. Maar goed, ik vond dat het team goed reageerde na een time-out en dat we daarna weer alles onder controle hadden. Wat gaat er door me heen? Ja, ik ben dolblij. Uit het alleen niet zo. Ik snap dat. Maar net was ik hartstikke blij. En dan begon Zwolle met een 0-8 met heel veel emotie. Heel emotie en kracht. Denk je niet van, oh, Sodomieter, stel je voor dat ze houden de hele wedstrijd vol? Nou, ik vond wel dat we, zij waren duidelijk in die fase beter dan wij aan het spelen. Onze verdediging was duidelijk had niet dezelfde energie. Maar aan de andere kant kregen wij in de aanval ook echt goede open schoten en die maakten we niet. En dan vertekent dat 10-0 een beetje wel het beeld. Dan lijkt het net alsof wij heel slecht spelen en zij heel goed. Terwijl ik denk dat we de kwaliteit van de schoten waren uitstekend. Ze gingen er niet in. En dat denk ik, tekent volgens mij een goed team. Dat je dan de rust blijft houden en dat je dan gewoon door blijft spelen. Omdat je weet, maar dit zijn de schoten die we willen. Als we die gaan maken en als die gaan vallen, dan winnen we deze wedstrijd. Of dan zijn we weer in de wedstrijd. En dat zag je ook. We konden controleren in de verdediging. En langzaamaan, stapje voor stapje, beter werden we beter. De vijfde beker voor de NBB-beker voor Donar in de geschiedenis. Hoe belangrijk is deze prijs? Nou, het geeft meer een bevestiging van het feit dat we een goed team zijn. Dat de organisatie uitstekend is, stabiel is. En dat we met elkaar, denk ik, deze win binnenhalen. Dus niet alleen een team, het is ook een organisatie daarachter. Kantoor, het straalt allemaal vertrouwen uit. Het straalt allemaal uit dat we willen presteren. En dat alle energie naar presteren toe kan. En daarom grote complimenten eigenlijk voor iedereen die ook achter de schermen bezig is. Want een prachtige club die prijzen verdient, maar het ook daarna werkt om die prijzen binnen te halen. Gefeliciteerd nogmaals en geniet ervan. Dankjewel. Met een smile van oor tot oor, Arvin Slachter. Hoe voelt dit, man? Heel goed. laat die medailles even zien. Op zich heeft het niet zoveel waarde, zo'n klein ding natuurlijk, maar het voelt wel heel erg. Kijk, hier is waar we het voor doen. We hebben een aantal doelen voor onszelf gesteld aan het begin van het seizoen. En dit is weer een doel binnen. En er staat straks nog een ander doel op het programma. Het is misschien nog wel belangrijker, nee, maar met alle gekheid. Het is heel mooi, geeft goed gevoel. We werken hier keihard voor en dit is de bevestiging dat we op de goede weg zijn. Toch ook nog even kijken naar jouw speciale performance tijdens de wedstrijd. Het was weer ongekend. Arvin on fire zou ik haast willen zeggen. Ja, het ging lekker. Ik denk dat we de bal gewoon als team heel goed rondspeelden. En dan zie je dat iedereen open schoten krijgt. En goed, er gingen een aantal raak en er gingen een aantal mis. En bij mij gingen veel raakgedrag. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. En hoe is het dan? Dan kom je die zaal binnen met 4350 mensen. Gewoon uitverkocht huis, live op televisie. Hoe is dat voor jou? Ja, dat is geweldig. Ik bedoel, wat dat betreft is het de mooiste accommodatie in Nederland. En we zijn onwijs blij dat we de bekerfinale hier hebben mogen spelen vandaag. Voor dit publiek. Ik denk dat we een mooie wedstrijd hebben laten zien. Goede promotie voor Nederlands basketbal. Dus ik denk dat we zo door moeten gaan. En dan aanstaande donderdag, weer een wedstrijd hier, Leeuwarden thuis. Altijd lastig. Hoe lastig is dat om dan om te schakelen en morgen gewoon weer te beginnen aan het trainen en naar die wedstrijd toe werken? Ja, dat is wel lastig. Maar tegelijkertijd denk ik dat we volwassen genoeg zijn om dat te kunnen doen. En we hebben een brede bank. Ik denk dat we afgelopen woensdag heel goed hebben laten zien hoe goed we zijn als een breed team. En als we daar staan, als iedereen daar staat, weer zoals het afgelopen woensdag was, zoals het vandaag was, dan denk ik ook dat dat aankomende donderdag kan. Vanavond nog even een feestje? Ja, wellicht. Dus, je bent er klaar voor. Ja. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Well, today a special guest in Martini Plaza. 2 years ago you played for Donar, Billy Clark. You're here at the Cup game, the final. What do you think about the game? The game was good. I mean, I expected Donar to win. No offense to Zwolle, but Donar has a good team. I've been following them all year, so it was fun to be here, you know, see all the fans. And how are you doing? Where are you playing right now? Right now I'm in Luxembourg.
which is about 5 hours outside of here. So took a nice little drive up, come support you guys, and on my day off. And yeah, I'm happy to be here. I'm happy to be here. Especially for Darno, for the Cup game, you came to Groningen. Yeah, you know, 2 years ago I won the Cup as well. You know, so it's bittersweet, you know. You know how it feels, huh? Yeah, yeah. I mean, it's nice, you know, especially to win in front of the home crowd. When I was here, we played at Zwolle, so it wasn't as big. But I don't know, it's nice. I mean, it always feels good to come here, you know, always is. What do you think about Donor right now? They won the Super Cup, they won the Cup, and of course, we're trying to get the championship. I mean, what can you really say, you know? Well, you're the expert, man. I mean, I don't I mean, Dodar is complete. I mean, inside and out. I mean, just watching the players and how they gel, and it's just the chemistry is good. You know, it's a lot better than watching Zwolle. I mean, it's my first game this year, but the chemistry of Dodar is impeccable. So for a team to beat them, they got to beat that, you know, and I think that's going to be hard, you know. Last question. How's playing in Luxembourg? Well, of course, you knew where Luxembourg is. It's a big country. What about Luxembourg? Luxembourg, that's all I can say, really. It's nowhere near the level of competition here as far as the top teams. But, I mean, it's not bad, you know what I mean? But it's a lot better in, elsewhere, you know, like when I was in France last year, or top teams in Holland or Italy, or, you know, the list continues. But, I mean, I'm enjoying myself, and centrally located, I enjoy it. So I have no complaints. Great to see you again, man. Thank you, man. Take care.